Goed mensen, ik ben Sam, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van de Behemoth Pack. Jongens, ik heb er hartstikke veel zin in. Voordat we gaan beginnen wil ik in ieder geval zeggen, sorry dat ik eergisteren, als het goed is, zaterdag in ieder geval vergeten de video was up te loaden. Ik was het gewoon letterlijk vergeten. Stomme fout, ik had heel lang gelivestreamd en ik was gewoon serieus vergeten om de video online te zetten. Nou ja, te uploaden om zo te zeggen. Ik had hem opgenomen, maar ja. In ieder geval, hij was vandaag, was hij dus online gekomen om 8 uur. Het linkje staat ook helemaal linksboven. Nou, als je hem hebt gemist, je kan er gewoon direct naartoe. Dus 2 PMO packs op 1 dag. En wat we vandaag gaan doen, jongens. Ik ga trouwens even laten zien wat ik heb gemaakt. Want ik ben best wel bezig geweest. Of Cam. Best wel heel erg bezig geweest, kan ik beter zeggen. Wauw, wat heb ik veel gedaan. Zo, kijk. Mijn hele farm, die is... die gaat lekker zijn gangetje, zoals je ziet. Ik heb heel veel golems heb ik staan. Echt heel veel golems. Dit gaat ook goed. Oh, wauw. Ik heb daar een dirtblokje, ben ik vergeten. Dat heb ik ook niet. Ik heb heel veel barrels gemaakt. Echt hout van hier tot Tokio. Maar het werkt. Kijk. Hoppakee. Dat ziet er toch leuk uit. En hier zitten nog allemaal andere items in die ik moet gebruiken. Voor, nou, tenminste, mijn farm mee moet maken. Oké, dit moet ik ook nog fixen. Maar dit werkt in ieder geval super chill. Zodra er is iets gegroeid, dan gaan ze het meteen pakken en dan gaan ze dat meteen harvesten. Hartstikke chill. Daarnaast heb ik dit nog even gemaakt. There we go. Kijk, als we nu hier zo uitgaan, zo... Dan ziet het er mooi uit, lichtjes en... Oh my god, vet mooi. En yes, dan kunnen we hier binnenkort beginnen met Archmagic. En ja, ik zeg binnenkort, want toch wil ik nog één dingetje doen voordat ik er eigenlijk mee wil beginnen. Dus Archmagic fans, sorry, maar ja, dit moet ook weer gebeuren. Dit vind ik eigenlijk zelfs leuker dan Ars Magica. Ik vind het net even wat nieuwer voor mij. Want Ars Magica heb ik natuurlijk al gedaan. Wat gaat het worden? Dit ga ik allemaal vlak maken. En wat ga ik hier maken? Tenminste, wil ik het hier maken? Ik kan het ook ergens anders maken. Nee, ik ga het maar hier maken. Wat we hier gaan maken... Ik ga even omhoog vliegen. Dat kunnen we makkelijker zien. Net als dit... Ongeveer iets kleiner. Het wordt overdakt. Het wordt gewoon een klein huisje, om zo te zeggen. We gaan daar farmen. Ziet er heel raar uit. Daar heb ik een huge farm. En we gaan daar gaan we farmen. Nee, we gaan speciale dingetjes gaan we daar farmen. Want we gaan ore farmen. En wat is dat nou precies? Ores farmen. Diamond farm. Het is letterlijk een diamond farm wat ik ga maken. Je hebt hier allemaal diamond seeds. Je hebt hier death bloom seeds. Magma seeds. Ender seeds. Iron seeds. Gold seeds. En hoe maak je deze? Heb je strong essence nodig? Strong essence. Heb je dit. Nou, enzovoort nodig. Oké. Hartstikke leuk. Maar wat heb je hier aan? Nou, als ik bijvoorbeeld iron seeds ga neerleggen, dan krijg je serieus iron. Krijg je eruit. Je krijgt diamonds. Krijg je eruit. Maar dus hiermee wil ik beginnen. Kijk. Oh trouwens. Dit krijg je. Diamond essence. Als het goed is. En dan mee 9 ervan. En dan heb je. Dan kan je dit ermee maken. Diamonds. Maar we hebben dus eerst een infusion stone nodig. En essence. Essence dust. Om heel duidelijk te zijn. Dus wat gaan wij doen? Wij gaan eerst even kijken hoeveel essence dust we nodig hebben. Wij hebben extreem. Maar ook echt. Ja. Extreem veel dust nodig. Dus wij gaan deze aflevering gaan we caven. Ik denk dat het wel even leuk is. Leuk avontuurtje nog een keer. Hoi. We gaan proberen dus wat te vinden. Wat essence dust. Dan hebben we echt heel veel van nodig. Jongens, ik ga even allemaal items pakken. En dan kom ik zo meteen weer bij jullie terug. Zo, ik ben er helemaal klaar voor. Ik heb ook meteen wat bloed heb ik verzameld. Nou, dat had ik eigenlijk hiervoor al gedaan. Maar ik denk, dat is wel handig om te vertellen nog. Dat jullie ineens niet zitten schreeuwen van... Oh my god, Sam, je vergeet nog vet veel bloed te farmen. Oh my god, je gaat zonder bloed. Ga je verder? Nee, ik heb genoeg bloed. Klinkt eigenlijk heel raar. Ik heb genoeg bloed in mijn lichaam. wij gaan nu dus een cave vinden. We gaan al het weak essence gaan proberen te farmen. En ik kan beter trouwens mijn levels ook storen. Maar YOLO, ik ga het nu gewoon meenemen. Is dat coal? Oh, wauw, dat is heel veel coal. Wauw, oké. Laten we dat maar gaan meenemen. Maar jullie denken waarschijnlijk van... Oh, Sam, moet je weer cave zoeken en zo. Dat duurt allemaal weer vet lang. Nee. Herinner je die ene wand nog die we hebben? Ja, deze. Die ik nu gooi. Goddammit, dat was niet de bedoeling. Oké, pak hem weer. There we go. Wat we heel makkelijk kunnen doen is... hem selecteren. Thank you. En gewoon kijken of we een cave zo kunnen tegenkomen. Zo makkelijk is het.
Ja, meer heb ik niet vertellen. Zo makkelijk is het gewoon. We kunnen gewoon zo naar beneden kijken. Hey, is hier een cave onder? Nope. Oké, laten we verder gaan. Like, zo easy is het, serieus. En natuurlijk als hij op is, ja, dan is het pech. Dan moeten we weer verder. Maar ik denk dat het nog steeds handig is om een cave letterlijk te zoeken. Gewoon eroverheen vliegen. Kijken of we een cave kunnen vinden. En dan is het blij. Kijk, want jullie zeiden al zo, ja, je kan gewoon zo doen. Maar ik denk uiteindelijk dat het niet handig is. Denk ik. Maar we zullen het zien. Ik ga het gebruiken. En ik kom zo meteen terug als ik een cave heb gevonden. Ik ben heel erg benieuwd. Oh my god. Ik ben iets tegengekomen zoals je ziet. Een lucky block. Deze lucky block is van Mickey de Vries. En hij zegt of zij zegt... Hallo. Dat is het letterlijk. Hoi, zegt ze. Of hij. Thank you very much voor je support, bro. Thank you very much voor je like. Ik vind het super tof, jongens. Als je ook wil dat ik een lucky block op jouw naam open, zeg dan... Geef dan een like op deze video, jongens. En dan gaan wij een lucky block op jouw naam openen. En er zit heel veel gold in. Mickey de Vries geeft mij heel veel gold. Thank you very much. 16, dat is eigenlijk best wel chill. Dus 1 lucky... Nee, er zijn 2 lucky blocks. Awesome. Thank you, bro. Thank you very much. En ik ga weer verder een cave zoeken. En ik heb een canyon dingachtig gevonden. Super chill. Dus, waarvoor gaan we nu komen? We komen voor essence. En hoe ziet dat eruit? Het ziet er een beetje groen, donkergroen uit. We hebben het wel eerder eens gepakt. We hebben ook iets van 1 stack al thuis. Auw, dat was niet de bedoeling om helemaal naar beneden te vallen. Goddammit. Mooi, die is kapot. Maar het kan nog best wel lastig zijn om heel veel... Maar we hebben ook echt heel veel ervan mee te nemen. Kijk, dit is niet, dit is ivy. Voor de mensen die meteen gaan schreeuwen van... Oh my god, Sam, het ligt overal. Nee, dat is ivy. Kijk, dit is het. Oh my god, we found it. Essence ore. Dit hebben we nodig. En hiermee kunnen we uiteindelijk een dikke farm mee maken. Waarmee we gewoon diamond, iron en alles gewoon kunnen farmen. Wat super chill is. En wat ook super OP is. Wat ook chill is. Want dit is dit. Heel makkelijk. Jullie kennen het wel. Ik hoef er niet meer te vertellen wat dit is. Maar dit kunnen we ook meenemen. Dus dat is ook super chill. Oef. Geeft me ook heel veel XP. En het is handig voor farmcraft. Dus ja, nice. Oh my god. Ik heb een cave gevonden. En het is boven of naast een village. En die village trouwens al ben ik al echt 500.000 keer geweest. Dus ook nog voordat mensen weer zeggen van... Oh my god, sorry. Nee, daar ben ik al geweest. Ik denk dat dit doodloopt, weet ik dat? Ik denk het serieus. Nee, het loopt nog verder. En we zien essence ore. Dus het is dat sowieso al waard. Sweet. Nog meer essence ore. Nice. Oh, dit is een hele grote. Oh, sweet. Nice. En het loopt hier ook nog verder. Oké, dat is leuk. Hé, op water. Ik haat water in case. Ook al met lava is het heel erg gunstig. Maar het is niet altijd echt heel erg fijn. Zoals hier is het echt heel vervelend. En daar is lava. En er is ook nog essence ore. Dus dat is chill. Hoeveel hebben we nu al? 38. Nee, we hebben er echt... Ik denk echt dat we tot 100 stacks misschien wel nodig hebben. Het is echt extreem veel. Maar dat ga ik niet allemaal deze aflevering doen. Dat we 100 stacks gaan halen. Ik wil natuurlijk eerst een beginnetje maken. Dat doe ik altijd. Gewoon een beetje checken hoe het moet. En misschien uiteindelijk kunnen we het wel proces versnellen. En misschien kunnen we uiteindelijk essence dust maken. Klinkt dat raar in jullie oren? essence dust. Of essence seeds. Weet ik hoe dat heet. Dus dat betekent eigenlijk dat je deze dingen ook kan farmen. Want het lijkt mij heel erg logisch dat je dat kan farmen. Je kan zelf diamond farmen. Waarom zou je dan niet de essence kunnen farmen? I don't know. We zullen het zien. Ik ben heel erg benieuwd. Ik weet niet of mensen hier ervaring mee hebben. Ik vind het in ieder geval een super toffe mod. Want ik vind het gewoon... Oh my god. Ja, daar schrok ik van. Heel erg. Ik vind het heel erg leuk om te farmen. Dat vind ik serieus. Gewoon een huisje maken en gewoon lekker farmen. Eten verzamelen. Dat is waar ik het eigenlijk allemaal... Nou, niet allemaal voor doe. Maar dit eigenlijk wel, deze mod. Want ik vind het ook gewoon super tof. Meteen dat ik resources kan verzamelen ermee. Wat uiteindelijk misschien echt super, maar ook echt super handig is. Dus dat is super chill. Even kijken. Is hier nog wat essence? Ik zag wel wat corgiet. Oké, daar is essence. Ik liep er zo voorbij. Nu zitten we waarschijnlijk allemaal te schreeuwen. Zo, Sam, je mist heel veel essence. Waarschijnlijk is het ook zo. Maar maakt niet uit. Neem het gewoon mee. There we go. Deze nemen we mee. En deze nemen we mee. Een fortune pickaxe zou nu eigenlijk super handig zijn. Ik had hem eerst. Alleen ja, hij is weg. Hij is gone. Als iemand nou in de reacties neerzet van... Hey Sam, van mij mag jij een fortune of een lucky block pickaxe. Dat werkt altijd. Like, met withers werken dat ook. Met cake werkt dat ook.
En waarom zou het dan niet met een pickaxe werken? Als iemand dat gewoon zegt, dan kies ik gewoon morgen iemand uit en hopen dat we dan een lucky block pickaxe krijgen. Of een lucky pickaxe. Niet lucky block. Lucky pickaxe, dat zal super chill zijn. Even kijken, hoeveel heb ik er nu? Ik heb 1,5 stack. Ik heb ook heel veel shards. Die kan ik ook heel mooi dus in mijn furnace gooien. Hey there. Ik heb een lucky sword, bro. Dat doet best wel heel veel damage, hè? Get out of my way. Get out of my lawn. Die maak ik kapot. Sharpness, oké. Golden apple en XP bottles. En die XP bottles laat ik eigenlijk liggen, want dat boeit me niet zo superveel. Zo, want we hebben echt... We hebben 100 levels al in onze... In een soort tank of zo. Dus ja, die ene 5 XP of zo. Dat maakt niet. Dat maakt geen verschil. Dat is echt. No, thank you. Even kijken. Want dit liep dood. Dus we moeten eigenlijk gewoon weer terug naar beneden. Maar we kunnen ook al omhoog. En we kunnen even een beginnetje maken. Oh, is dat. Nee. Ga ik trouwens nog niet doen. Jullie wilden trouwens wel een tutorial zien hoe ik een huisje had gemaakt. Dat huisje had gemaakt. De armory. House. Dan willen jullie graag een tutorial van zien. Ik heb 5 reacties gelezen die dat wouden, om zo te zeggen. Dus niet iedereen wil dat zien. Maar toch wel aardig veel mensen. Aardig veel mensen van de 10.000 is eigenlijk niet aardig veel. Maar oké, carry on. Ik kan best wel een farmhuisje maken. En zet maar in de reacties neer. Of nee, wacht, check de beschrijving maar. Of ik dat off-cam moet doen. Of gewoon on-cam een huisje moet maken. Ik vind het helemaal niet erg om het on-cam te doen. Ik denk dat het wel saai is dat ik een huisje ga maken. Maar ik vind het op zich ook wel weer grappig om te doen. Want ik bouw zelf nooit. Nooit echt veel. En ja, misschien geeft het wel een leuke twist. Om gewoon een keer een hele bouwepisode gewoon te maken. Misschien is het wel leuk. Like, I don't know. Poef. Oké, dan kunnen we hier gewoon naartoe sprinten. En zijn we hier weer. En dan kunnen we er nu zo heel makkelijk uit. Hoop ik. Kijken of dat lukt. There we go. Poef, poef. En we zijn buiten. Dat is toch wel echt super handig. Laten we even een eindbaas killen. Ik denk dat het wel even leuk is, toch? Hoppakee, we jumpen gewoon direct naar de Battle Golem om een... gewoon even een dungeon doen. Gewoon uit het niks, gewoon lekker rustig even een dungeon doen. Oh, and he's done. En die neem ik mee. There we go. Ja, ik ben een fik, maar dat doet mij geen damage. Nou, die mag voor mij nog wel lekker leven, hoor. Dat maakt mij in principe echt... helemaal niks uit. Jongens, ik wil jullie gewoon hartelijk bedanken voor het kijken van deze episode. Een iets kortere episode, maar ja, zoals ik altijd al zeg, die heb je ook gewoon ertussen zitten. Ik neem meestal echt heel lange op. En vandaag gewoon even wat korter, kan ook. Want ik heb mijn doel heb ik eigenlijk al bereikt. Ik zeg altijd voor de opname, zeg van dit en dit moet ik doen. En deze keer was het van, ik heb wel heel veel essence nodig. En dat heb ik nu gefixt. Ik heb 1,5, nou bijna, ik noem het gewoon 2 stacks. Essence heb ik nu. Dus dat is super chill. Dus ik denk ook wel genoeg om een mooi beginnetje ermee te maken. Check de beschrijving maar, jongens, als jullie denken van... Hey, Sam. Hey. Ik wil graag dat je een bouwepisode maakt. Ik ga dan gewoon op bouwepisode stemmen. Zo makkelijk is het. En als je dat niet wil, stem je er niet op. Jongens, ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken van deze episode. Als je hem leuk vond, vergeet dan even niet op dat blauwe duimpje te klikken. Zal ik super tof vinden. Mickey, ik ga jou... wel op de Wall of Fame zetten natuurlijk. Dus dat doen we gewoon even snel zo. Mickey de Vries. Jongens, ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken van deze episode. Gefeliciteerd met de Wall of... de Tower of Luck is het eigenlijk nu. Jongens, hartelijk bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vergeet dat blauwe duimpje dus niet te doen. En ik check jullie gewoon morgen bij een nieuwe aflevering van de BAM Modpack. Bedankt voor het kijken. En ik zeg peace.